Ik moet binnen 2 dagen van Friesland helemaal naar Tilburg fietsen om Kriekel deze mystery box te geven. Yep, en zo gemakkelijk is dat niet. Aangezien de route die we hebben uitgestippeld maar liefst 259 kilometer is. En aangezien er ons dikke stortbuien te wachten staan, is de kans dat we zeiknat geregend worden ook nog eens echt heel groot. Overal waar we langskomen moet ik een cadeautje meenemen. En we zijn nu dus in Friesland en eerste cadeautje heb ik dus al. Maar dat ga ik nog niet aan jullie laten zien natuurlijk. Maar we moeten nu wel echt gaan doorfietsen, want de route die we moeten gaan fietsen is ook echt niet makkelijk. 300 kilometer. Ja, potverdikke jongen, dat wordt niet normaal, man. Wat zijn we ook aan het doen? Wat zijn we aan het doen? En nadat we de eerste kilometers hadden afgelegd, kwamen we langs een school. En ik was benieuwd of deze kinderen net zoveel vertrouwen hadden als wij. Dat we dit echt met gemak zouden gaan halen. Jongens, wij gaan dus 300 kilometer fietsen, hè? Denken jullie dat we het gaan halen? Ik denk het wel. Het is wel ver, maar ja, kijk. Dat is toch een elektrische fiets. Ja. Ja, ik denk dat het dan wel gaat lukken. Dat is valspelen. Yep, dat klopt eigenlijk wel. Maar is het feit dat we elektrische fietsen hebben helemaal geen voordeel voor ons? Aangezien deze accu al vrij snel leeg kan gaan. Wat fietsen dus echt nog veel lastiger maakt. We zijn al bijna in Lemmer, heb ik gehoord. En er zijn hier mooie schapen, dus we kunnen hier gewoon even pauzeren. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen, want we moeten nog... Echt nog 14 uur of zo. Gast, 14 uur fietsen. Ik zit op 21% batterij, hè. Maar positief blijven, we zijn bijna in Lemmer. We hebben flink wat kilometers afgelegd, maar we moeten wel opladen straks. Ik moet dus op de liefdadigheid van mensen overleven door middel van deze euro. En zo moet ik dus ook aan eten komen, een slaapplek, drinken, alles. Tja, want als niemand ons wil helpen, hebben we oprecht een heel groot probleem. Aangezien we echt wel voeding nodig gaan hebben gedurende deze fietstocht. Maar gelukkig wilde deze lieve vrouw ons wel helpen. Ik had een beetje een gekke vraag. We zijn van Friesland, zijn we nu naar het zuiden van Nederland aan het fietsen. Dus eigenlijk was de vraag of wij hier iets konden eten toevallig. Ik zal even groeien. Een beetje... Ik gooi er even kipjes in. Nou, echt heel erg bedankt. Oké, dit is echt super aardig. We staan hier nu bij een patattentje. En hier is een vrouw die wil ons wel helpen. Die wil eens eventjes een paar kipnuggets geven. Gaan even eten, man. Is ook echt wel nodig trouwens. Echt jongen, volgens mij smaakt gewoon eten wat gratis is gewoon nog 10 keer beter. Ja, dat klopt zeker. Want oprecht, ik heb nog nooit zulke lekkere friet of patat gehad. Maar goed, we zitten hier nu wel lekker uitgebreid te chillen. Maar we moeten wel echt door gaan fietsen, want anders bereiken we Tilburg nooit. Maar na nog een aantal kilometers gefietst te hebben, was de accu dan toch echt helemaal leeg. Wat betekent dat het fietsen vanaf nu wel echt een stuk zwaarder wordt. Want besef je wel dat wanneer je op een lege accu aan het fietsen bent, je al snel 2 keer zo zwaar in de trappen bent. Maar gelukkig kwamen we onderweg langs een leuk tentje waar we de fietsen even mochten opladen en we zelfs wat water kregen. Besef hoe ver we eigenlijk al zijn, hè? En we moeten nog maar 6 uur. Maar we zijn ondertussen eventjes de fiets aan het opladen, want voor mij is het gewoon 0%. Ja, let's go. We moeten even 2 uurtjes wachten, denk ik. Zo lang laat hij denk ik op ongeveer. En dan kunnen we weer door. We hebben dus net die fiets opgeladen, is nu 75%. We kunnen weer. Ja, laten we naar Emmeloord gaan. De eerste plek waar we weer gaan stoppen. Want we moeten nu echt door, want we moeten nog helemaal naar Hilversum vandaag. Yep, want als wij vandaag Hilversum niet bereiken, betekent het dat we het onszelf morgen nog lastiger maken. Aangezien Hilversum perfect in het midden van onze route ligt. Mensen, we zijn bijna in Emmeloord. Dat gaan we niet. Dit is het bord van Emmeloord, jongens. Yes, let's go. Oké, we gaan nu naar binnen fietsen. Woo! Emmeloord! Let's go! Dit is gewoon echt al best wel een goede mijlpaal. Maar we moeten nog door helemaal naar Hilversum vanavond. En het is al 8 uur. En het is nog... Yep, dit verliep niet helemaal volgens plan. Maar gelukkig kwamen we na een aantal mountainbikers tegen die ons even kwamen motiveren aangezien we er allebei compleet doorheen zaten. Wat vinden jullie ervan dat we 300 kilometer gaan fietsen? Makkie toch? Makkie? Maar denk je dat ik het ga halen? Ja. Ja, oprecht? Binnen 2 dagen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja? Oké, nou dan moeten we het halen. 20 kilometer per uur. We gaan in ieder geval Emmeloord er verder in. Dan gaan we even naar de supermarkt, want ik moet nog wat halen om in die mystery box te stoppen. Ondanks dat deze vrouw hartstikke lief was, is het dan toch echt niet zo makkelijk als dat ze zegt. Aangezien de weersvoorspellingen er niet al te best uitzien. We moeten nog een slaapplek regelen. Ja, dat is waar, man. In Hilversum, en dan zijn we pas over 5 uur of zo. Ja, dat zie je het wel. En anders zijn we dakloos. Dan gaan we die fiets sowieso niet meer kunnen opladen. Dat zijn we echt de lul eigenlijk, trouwens. En terwijl we hier onze pijn aan het weglachen zijn, is het wel echt van belang dat we een slaapplek vinden. Omdat we anders letterlijk ergens op straat moeten gaan slapen. Maar goed, eerst maar eens wat te eten regelen. Aangezien we sinds die overheerlijke patat niks meer hebben gegeten. Maar gelukkig zijn de mensen in Emmeloord erg vriendelijk. Ja? Oprecht? Dat is goed. Thanks, man. Emmeloord, man. Place to be. Ja, in ieder geval, mensen die zijn wel gewoon echt heel aardig. Dus dat scheelt. Heb je nou... Mintjes. Ik kan alleen maar 1 flesje meenemen, man. Oprecht. Dat maakt ook niet uit. Ja, is dat goed? Tuurlijk. Gast, je bent echt een legend, man. En bananen. Wow, yo. Gast, thanks. Tik hem aan. Hey, later, man. Ja, mensen, we hebben nu gewoon nieuw water en een banaantje erbij. Nou, we kunnen wel weer even door. Xander, wil jij ook een banaantje? Ja, lekker, gast. Gast, alsjeblieft. Holy shit. Laten we gewoon nog 1 iemand vragen. We moeten eigenlijk ook gewoon wat geld hebben. Want anders kan ik morgen niet eens ontbijten waarschijnlijk. Want de kans dat wij nog een slaapplek gaan vinden vannacht. Gast, dat is echt gewoon bijna nul, denk ik. En eigenlijk was de vraag of ik toevallig een eurotje heeft of zo. Dat ik iets kan kopen straks of morgenochtend voor het ontbijten. Ja. Ja, dat zou echt top zijn, man. Ja, weet je zeker? Ja, 10 euro is wel veel, hè? Ja, dat kan je even vooruit. Gast, legend.
Dankjewel, man. Fijne avond. Hey, fijne avond. Dus ik ga je geef dan even 10 euro, man. Waarom ook? En eigenlijk was de vraag of jullie toevallig een eurotje over hadden of iets, zodat ik ook morgen ontbijt kan kopen. Of nu, toevallig al. Ja, ontbijt. Gast. Gast. Nee, man. En eigenlijk was de vraag of hij toevallig een eurotje heeft of iets anders wat mij kan helpen. Ik heb geen geld bij me, geen geld. Ik kan wel wat halen. Ja? Zou je dat willen? Jawel. Ik moet het hele pak meegenemen op de fiets straks. Sorry. Nou, oké, we gaan proberen. Dankjewel in ieder geval. En tik hem aan. Thanks. Yes. Doei doei. Mensen, ik moet nu gewoon 10 luxe wafels meenemen op de fiets. Ik weet niet, dit gaat niet eens passen in mijn tas volgens mij, maar goed. Nou, ik heb in ieder geval nu 2 wafels. Laten we in ieder geval eentje gaan eten nu. Het moet wel, het moet wel. Oké. Echte luxe wafels, hè. Ze smaken wel echt goed, man. Oh. Dat gaat er echt wel even in houden. Dit had ik echt nodig, die suiker, jongen. Oh. Dit is wel te kanen. En nadat we deze goddelijke wafels hadden opgegeten, moesten we toch echt weer vertrekken. Aangezien we op dit tempo Hilversum nooit gaan halen. Dus stapten we weer op onze fietsen en vertrokken we. Onderschat trouwens niet dat wij elektrisch fietsen, aangezien... Ja, we fietsen 9 van de 10 keer niet eens met die accu aan, omdat we gewoon... Ja, we zijn nu besparen op accu. We zijn nu de accu een beetje aan het besparen, want anders hebben we straks geen lucht. Die lichten gaan ook op accu's. Ja, echt gewoon 10 keer zo zwaar als een normale fiets. Besef dat even, hè. En hoeveel kilometer moesten we nog? 80. Maar we kunnen het in een uurtje doen, als we 80 km per uur fietsen. Maar dat fietsen we niet, dus we doen het 4,5 uur over. Ja, want als wij zonder lichten gaan fietsen, kan het zomaar eens gebeuren dat we worden aangehouden en een flinke boete moeten betalen. Eenmaal weer vertrokken, kwam er ineens iemand langsrijden die ons eventjes kwam motiveren. Jongens, wij fietsen hier ergens in the middle of nowhere. Waar zijn we überhaupt? We zijn bijna op de Ketelbrug. En we moeten dus nog 70 kilometer, ineens komt deze guy aantoeteren. Wat kom jij hier nou weer doen? Wat kom ik hier doen? Ja, jullie zeiden van fucking lachen. Kom mee, dus ik dacht van ik kom voor jullie. Jesse, denk je dat wij dit gaan halen? Nee, jullie gaan het niet halen. Ben je serieus? Ja, ik denk dat jullie het niet gaan halen. Hoezo niet? Hoezo niet? Kijk naar jezelf, hoe sportief je bent. Gast, dit is gewoon een regenpak, ouwe. Het heeft geregend. Ik schat zo in dat jij nul sportief bent. Voor letterlijk elke dag, maar goed. Dit demotiveert mij echt, man. Hoe zie je? Je ziet er echt dood uit, trouwens. Ik krijg demotivatie van het. Gast, jongen, ik ben echt helemaal dood. Maar goed, om aan het tegendeel te bewijzen, bleven we doorfietsen. Maar zaten wij ondertussen wel echt compleet doorheen. En beseften we ons dat we nog steeds geen slaapplek hebben. Maar ja, goed, we moeten in ieder geval nog 70 kilometer die kant op. Want Hilversum is nog best wel een stukje. En we zijn nog maar in de Noordoostpolder, jongens. We zijn bijna bij de Ketelbrug aangekomen. Dat betekent dat we straks... we moeten nog wel een heel groot stuk naar Hilversum, denk ik. Ik denk oprecht dat we onder de brug moeten gaan slapen of zo, man. Ik denk het ook, ouwe. Kut. We zijn nu dus bij de Ketelbrug en hier moeten we nu dus overheen. Gast. Ik heb echt geen zin in, ouwe. Besef hoe ver we eigenlijk al zijn, man. We gaan dit halen, man. 100%. Gast. Positief blijven. Absoluut. Jongen, ik ben echt zeik en zeiknat. Kijk, gelukkig heb ik een regenpak mee, anders was ik echt gewoon... Anders was ik echt helemaal doorweekt. Het is momenteel 11:45 s'nachts. En Xander zei net dat we net op de helft zitten vanaf waar we vandaan komen, vanuit Friesland. We moeten nog even. We moeten dus nog naar Hilversum. En toen besloten we om hier tussen de bosjes te gaan liggen. Hopen dat we nog een beetje slaap kunnen pakken. Maar helaas voor ons was dat toch wat lastiger dan gedacht. Dus bleven we nog even doorfietsen. Maar kwamen we in de ochtend gelukkig aan... In Hilversum! Dat betekent dat we nu officieel op de helft zitten. Let's go, man. En we moeten nu nog... Nog een helft. Dus we moeten vandaag ongeveer 114 kilometer fietsen. Gast, stik hem aan, man. Holy shit. Gast, ik zie er ook echt niet uit. Ik zie er echt alsof ik gewoon de hele nacht niet heb geslapen. Ik heb de hele nacht ook niet geslapen. Maar goed. En toen moesten we snel weer door, aangezien we enorm achter op schema lopen. Maar eerst moeten we nog ontbijten. Dat ga ik natuurlijk doen bij de McDonald's. Ontbijtmenu, McMuffin, bacon en ei. Ja, gast, die moet ik hebben. Dit is echt niet te geloven. Dit is echt het beste ontbijt dat ik echt in tijden heb gehad. Want ik ontbijt nooit. Ik heb hier echt een zieke smoothie. Ik heb hier een theetje. Nou, hierin zit een heerlijk croissantje. Ja, en hier hebben we een McMuffin. En die heb ik dus ook echt wel nodig om de dag door te komen. Want we moeten dus ook nog 114 kilometer fietsen vandaag. Ik moet dus ook nog iets meenemen vanuit hier voor in de mystery box. Ik heb echt geen idee wat hier te halen is. Echt niks is open. Misschien ook omdat het best wel vroeg is. Nou, laat in ieder geval maar gaan eten en dan doei. Dus had ik snel mijn ontbijt op en moest ik nog iets kopen voor in de mystery box. Er is alleen niet heel veel open, dus we gaan nu naar de Primera, want die is wel open. Gast, we kopen spaarvarkentje, man. Oh, ik doe deze. Papa stoere dingerpotje. 3,95 heb ik maar betaald en hij was 6 euro. Ik weet niet waarom, maar goed. We gaan nu weer door naar Utrecht trouwens. En toen moesten we weer verder gaan fietsen, aangezien we nog steeds dik achter op schema lopen. Maar goed, na nog even flink doorgefietsen hebben, kwamen we dan eindelijk aan in Utrecht, waar deze legends een overheerlijk frikandelbroodje wilden kopen en ons zelfs nog een paar euro aanboden. Denken jullie dat we het gaan halen? Als ik zo even naar je kijk,
Nee, sorry man. Niet? Hoezo niet? Gast. We moeten vandaag moeten we naar Tilburg, hè? Dat is wel heel ver. Nou, we gaan in ieder geval weer door, want we hebben nog een lange weg te gaan. Nou, ik moet dus natuurlijk nog een souvenir meenemen voor in de mystery box, maar we zijn niet bij de Yamin, jongens. Natuurlijk gaan we dat doen. Oké, we hebben nu dus deze lolly gekocht en die kunnen we dus in de mystery box stoppen voor Sam. Ik heb dus nog 15,15 euro. Ik moet hier dus in Culemborg nog wat gaan kopen. Nou mensen, we lopen dus nu naar de kaasshop toe, want ja, natuurlijk is er hier vast wel iets van kaas. Gewoon typisch Culemburgs. Culemborgs of zo. Ik hoop dat je van kaas houdt, want anders heb ik nu gewoon 3,20 euro verspild. En nadat ik dit overheerlijke stuk kaas had gekocht, besloten we om gelijk weer te vertrekken en kwamen al vrij snel weer aan in Gorinchem. En ook daar moest ik weer een cadeautje kopen. En dit is ook het laatste item wat we gaan kopen, want in Tilburg moet ik de doos zelf nog gaan fixen. Het is oktober, maar we hebben de peper nodig. Nu gaan we door naar Tilburg. En nadat we de rest van de dag hard hebben gefietst, kwamen we dan toch echt aan in Tilburg. Maar na die lange fietstocht hadden we echt enorme honger gekregen. Dus besloten we om voor de laatste keer eten te gaan scoren en kregen we deze overheerlijke bitterballen van deze vriendelijke man. Dus aten we de bitterballen en fietsen we erna gelijk door naar de studio waar Sam op ons stond te wachten. En kon ik na deze bizarre fietstocht dan toch eindelijk deze mystery box overhandigen. Zo! 300 kilometer gefietst alleen om jou deze doos te geven. Dat zeg ik niet, want dan moet het toch speciaal zijn? Nee. Oh. Maar het is wel heel leuk. Ja? Ja. 300 kilometer gefietst, dat is echt niet normaal, hè? Ja, gast. Dat zou ik niet... Nou, dat is de moeite! Waar stond je kruidnoten? Oh, dit is best wel leuk. Wat is het allemaal? Een spa-varkentje. Kijk, weet je ook wat erop staat? Papa's stoere dingenpotje. Ja. Hier ga ik allemaal stoere dingen in doen. Dat ik... Zoals geld? Geld. Ja. Ja, dat is wel stoer, hè? Heel stoer. Heb je dat veel? Nee. Wacht, dit is kaas. Is het kaas? Dat plakt. Ah, het is vochtig. Ah, kaas zweet. Ja, zweetkaas. Komt uit Zweden. Dat is zweet. Moet je eens ruiken. Oh, dat komt echt... Oh, what the fuck. Dit is echt zweetkaas. Nou, die is heel leuk. En het laatste. Ik denk dat het uit Friesland komt. Hé, dat is leuk. Dit is serieus leuk. Oh, dat is een magneetje. Ja. Ja, ik heb gehoord dat jij magneten spaart. Vroeger wel. Nou, kijk, ik kan gewoon weer... Ja, ik ga ophangen, hoor. Dankjewel, goed gefietst. Thanks. Like en abonneer even op Tobias, want als je abonneert heb je kans op deze zweetkaas. En die gaat hij op de fiets naar je toe brengen. Als je abonneert, dus doe dat. Doei! Doei!